Ik vind dit zo'n leuk spel. En sommige combo's zijn zo lekker. Kijk bijvoorbeeld naar deze combo met Bugs Bunny. Oh! Yo, Nintendo fans. Iedereen speelt opeens deze game. Multiversus. En ik ga niet liegen. De afgelopen dagen heb ik deze game zelf ook 19 uur gespeeld. In Multiversus vecht je met karakters uit het Warner Brothers universe tegen elkaar. Net als in Smash. We hebben hier bijvoorbeeld Harley Quinn. Arya uit Game of Thrones. Super vet, maar een onwijs moeilijke karakter om mee te spelen. Bugs Bunny, mijn persoonlijke favoriet tot nu toe. Wonder Woman. Batman. Shaggy. En Velma. Die vind ik ook heel goed. Steven Universe. En nog veel meer karakters. En dat doe je in 1 tegen 1, 2 tegen 2, co-op of free-for-all. Om jullie te laten zien hoe deze game werkt, ga ik eerst tegen bot spelen. Vergeet trouwens niet de duimpjes omhoog te doen, hè jongens. En laat even een reactie achter met welk karakter jij wil dat ik speel. Misschien maak ik daar dan nog wel een video over. Ik begin met een potje met Wonder Woman. En ik moet samen met Tess tegen Batman en inderdaad Arya Stark. Multiversus is helaas niet op de Nintendo Switch. Wel op de PlayStations, de Xbox en de PC. Dus daar kan je hem op spelen. En ja, ik ga helemaal los met deze game. Jij ziet mij hier als Wonder Woman. Ik heb een beetje moeite om op het platformje te blijven. Want Batman die sloeg mij net voor mijn bakkers. Maar ja, Arya Stark vind ik zo cool. Ik vind het zo vet dat de Game of Thrones characters in deze game zitten. Tenminste, nu nog maar één. Maar ze kunnen natuurlijk nog veel meer gaan uitbrengen. Ik denk ook dat ze dat wel gaan doen. Er is ook al ergens online verschenen dat de karakters uit Lord of the Rings komen. Die was lekker. Lekker. Batman is eruit gesmashed door Wonder Woman. Ik noem het gewoon nog steeds gesmashed. Want ja, dat, zo noemen we dat nou eenmaal als Nintendo-fan zijnde. Karakters uit Harry Potter zijn ook aangekondigd. Super, super vet. Tenminste, nog niet officieel aangekondigd hoor. Maar ze schijnen er misschien wel aan te kunnen komen. Ja, en dat is natuurlijk vet van Warner Bros. Ze kunnen zoveel kant op. Zo ontzettend veel kant op. Met al die karakters die zij hebben. En ja, ik kijk er naar uit. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik kan niet wachten op meer karakters. Even focus op de game nu. We hebben dus normale aanvallen en speciale aanvallen. Elk karakter heeft ongeveer 16 verschillende aanvallen. Door de verschillende toetsencombinaties die je kan maken. Ik ga eens even kijken of ik Arya er nu uit kan knallen. Nou, dat gaat best oké. Best oké, maar ze is er nog niet uit. Ik probeer eventjes een upward. Ja, lekker. En hoppakee, op mijn schildje. En Arya is ook verdwenen. Nice. Nu Batman. Kijk, die gaat ook al lekker die kant op. Nog een keer. En oh, ik wou hem eventjes omhoog smashen. Maar dat lukte niet. Nu wel. Oh nee, ik smash opzij. Ik wel omhoog. Nu lukt het wel omhoog. En daar gaat Batman. Heerlijk. Ah, nou even proberen om hem uit te spelen zonder er zelf uit te vliegen. Dat is nog wel moeilijk, want zij hebben nu allebei best wel een laag percentage. En ik een heel hoog percentage. En daar ging ik door Batman. Die deed dat eigenlijk hartstikke goed. Maar we staan 3-1 voor, kan je bovenin zien. 3-1 op dit moment. En, oh, 3-2 op dit moment, want Tess ging er ook uit. Maakt niet uit, maakt niet uit. Dit moet goed kunnen komen. We staan 1 stok voor, dus Tess is ook lekker bezig. Die is een spinning aanval weer aan het doen. Die wordt best wel veel gespamd trouwens. Let's go. Let's go. Let's go. Kom op, Tess. We moeten ons niet laten kennen nu. Kom, we gaan voor Arya. Oh, Arya is dan een keer de andere kant op getransporteerd. Ja, dat kan zij. Let's go. Lekker, Tessie. Lekker, Tessie. Hoppakee, daar gaat Arya bijna. En, oh, ik miste mijn derde slag. Oh, ik had deze moeten doen. Ik had die met de schild omhoog moeten doen. Maar ik denk dat we dit gaan winnen. Dit moeten we wel winnen. Daar gaat Arya. Nee, ze is er nog steeds. Nu dan. Nee, ze is er nog steeds. Ik kan er naar beneden smashen, maar ze kan niet meer terugkomen. Niet meer recoveren. Yes! En zo hebben we een potje gewonnen met Wonder Woman. Lekker. Maar dit was tegen bots. Oh, en het mooie aan Multiversus is, je kan hem ook nog gratis downloaden. Dit was dus tegen bots. Maar het is veel leuker om het online met vrienden te spelen. In dit potje speel ik online 2 tegen 2 met een van mijn kijkers, Dragarion. Hij speelt met Velma en ik speel uiteraard met Bugs Bunny. En we moeten tegen LeBron en tegen Shaggy. Die Shaggy is level 18, dus wij dachten, nou, die kan wel wat. Ik ben nu niet live aan het spelen, want online wil ik gewoon een goede rank halen en dan kon ik me niet concentreren. Maar ja, ik weet niet wat Shaggy hier in het begin doet. Hij is een beetje broodjes aan het gooien. Ik ga een beetje een taart op zijn hoofd gooien. En nog een keer ga ik taart op zijn hoofd gooien. En dan, ja, dan wil hij eigenlijk mij slaan. Maar hij mist mij en hij valt gewoon in één keer eruit. Dus we stonden al gelijk 1-0 voor. En dat is natuurlijk eerlijk. Ja, ondertussen is LeBron en Velma aan het nakken daar zo. Ik hou me aan de linkerkant bezig. Lekker met Shaggy. Dus even kijken wat die allemaal gaat doen. Hij is lekker aan het mappen, maar niet echt heel erg gefocust aan het mappen volgens mij. Aan de andere kant vliegen LeBron eruit en staan we gewoon al 2-0 voor. Eigenlijk heel snel, binnen een half minuutje. Dus dat is lekker. Nou, Bugs Bunny en Velma is wel een lekker teampie samen.
Want we kunnen allebei ook projectiles afschieten. Velma wat meer dan Bugs Bunny. Maar dat is heel chill. Velma kan op afstand blijven en dan kan ik het afmaken. En hier ging bijna LeBron met 49 HP. Heel weinig damage eigenlijk. Ging hij er al bijna aan de bovenkant vanaf. Weer met een lekker combootje van Bugs Bunny. Daar ging Shaggy. En zo stond het 3-0. En hoeven we eigenlijk alleen nog maar even te focussen op LeBron. En als die er dan afgaat, ja, dan is het eigenlijk alweer klaar. En zo makkelijk kan het dan soms gaan blijkbaar. Ja, we zijn goed ingespeeld. Dragarian en ik. We zijn een lekker teampje samen. Hier LeBron wordt gevangen door de politieauto van Velma. Maar hij komt nog net terug. Ik krijg een taartje op mijn hoofd. Maar ja, dan is het alweer klaar. Dat was het alweer. Het was trouwens geen taartje. Het was een sandwich. Ik ga nog een potje doen met Bugs Bunny. En ik moet tegen Steven Universe. Nog een keer tegen een bot, maar nu 1 tegen 1. Dit ziet er waarschijnlijk wat minder chaotisch uit allemaal. Je hoeft alleen maar te letten op Bugs Bunny. Oh, oké, ik mis. Hij mist. Ik gooi een taart op zijn hoofd. Ik gooi nog een taart op zijn hoofd. En dan ga ik hier onder de grond. En dan... Bim! Bam! En dan... Oh, ik wil zeg maar die combo doen dat ik hem echt flink in de lucht pak. Dat is echt zo lekker als dat lukt. Je kan er bijvoorbeeld een down smash doen. Of een up smash. Oh, of hij down smash mij eventjes. Ja, tuurlijk. Hier. En dan omhoog. Oh, hij beschermt zichzelf. Lekker, Steven Universe. Ja, hij heeft natuurlijk lekker schildjes. Oh, hij gaat veel te lekker, joh. Hou eens op. Hou eens even op, Steven. Nu is het even klaar. Hier, je schild even weg. En dan zo omhoog. Heerlijk. Heerlijk. Hey, ik laat even een kluis op je hoofd vallen. Oeh, bijna op je hoofd vallen. Net niet. Hier komt hij. Oeh. Hij hoeft het niet te vangen, want ik miste hem. Jammer dan. Oké. Hier, taartje. Wil je een taartje? Lekker. Op, bop, omhoog. En klap hem omhoog. En nog een keer. Ja, lekker. En dan deze. Bijna ging die er alweer uit. Ja, dit is zo lekker, die combinatie met Bugs om zo in de lucht te werken. Heerlijk, heerlijk. Ik hou van die combo's. Maar ja, het lukt alleen niet altijd. Steven is lekker aan het verdedigen. Ga je even ophouden met verdedigen, jongen. Hou eens even op. Hier, oh, ik wou een kluis op zijn hoofd laten vallen, maar die is nog niet klaar. Of wel? Ja, daar is die. Hier, kluis. Oh, oké. Laat maar, Steven. Rustig, ik wist niet dat je boos werd. Ik wist niet dat je zo ontzettend boos werd, jongen. Doe eens rustig, hier heb je een kluis. Ik weet niet of je die kluis wilde, maar... Beam. Komt-ie. Onder de grond. En omhoog. En... Lekker. Ja, met Bugs kan je wel heerlijk de lucht in werken, hoor. Kennen jullie Garnet van de Steven Universe? Ik heb stiekem nooit Steven Universe gekeken. Ik heb geen idee wie dit is. Maar ik vind het wel een fijn karakter op zich om mee te spelen tegen bots. Online vind ik het wat moeilijker. En ik mag tegen LeBron James, de basketballer. Garnet kan elektriciteit op de grond gooien en heeft een hele sterke slag. Ik ga eens kijken of ik dat kan laten zien. Bijvoorbeeld hier, zie je? En dan komt LeBron naar mij toe. Dat is eigenlijk super makkelijk. Oh. LeBron die gaat er gewoon doorheen. Oké, cool. Cool. Hier. Wee! Hier, elektriciteit voor je. Hier. Lekker. Rustig. Waar is je basketbal, LeBron? Je basketbal is weg. Vriend, waar is je basketbal? Waar is je basketbal? Zit je nou gewoon mij te emoten? Zit je nou gewoon te emoten op mijn hoofd? Dat pik ik niet, hè? Ik pik het niet als je mij gaat emoten zomaar. Hier. Lekker dit. Omhoog. Wegwezen jij. Kom hier. Ik had je bijna vol op je bakkes. Maar net niet. Hier, dit dan. En dan... Komt-ie. Lekker. Oh, nu kreeg ik wel een basketbal op mijn hoofd. Even niet doen met die basketbal, jongen. Het is vervelend, LeBron. Gewoon niet doen. Gewoon ophouden met die basketbal. Wat zo vlot. Ik probeer hem weer omhoog te krijgen met verschillende moves. Nou, het gaat redelijk. Nou, of je gaat gewoon lekker die kant op. Mag ook van mij. En dan, ik wou hem naar beneden smashen. Zo lekker de grond in, maar dat werkte helaas ook niet. Ik wou dat het werkte. Oh, mijn bommetje werkt ook niet op dit moment. Hij is lekker aan het dodgen allemaal, joh. Jongen. Oef. Omhoog. Naar de zijkant. Nee, niet naar de zijkant, want je dodgt weer. Nu dan, naar de zijkant. Wat ben jij lekker aan het dodgen, jongen? Kom maar, LeBrontje. Kom maar, hier, ik heb een projectile voor je. Oh, je hebt ook een projectile. Je gooit hier basketbal op mij. Oh, en weer een dodge. Tuurlijk. Wat? Als ik hem nu omhoog kan smashen, dan is het klaar. Ja, of naar beneden. Via de grond, dat kan ook.
Lekker. Oh, ik vind het zo'n lekkere game. Gratis te downloaden op PlayStation, Xbox en PC. Laat even weten wat je ervan vindt. Knal de duimpjes omhoog. Abonneer. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel.